Breda Nu. Dit weekend was het open dag bij het dierenopvangcentrum in Breda. Er was van alles te zien, van rotleiding langs de dieren tot de binnenkant van de dierenambulances. En natuurlijk kon je ook op bezoek bij de diertjes in de opvang. Ja, we zijn een opvangcentrum voor ieder hulpbehoevend dier. Dus of het nou honden of katten zijn, het kan ook zijn reptielen of andere in het wild levende dieren, zoals vogels, maar ook reptielen. En die worden allemaal als vooropvang bij ons opgevangen. Dus onze dierenambulance, die rukken ongeveer 3000 keer per jaar uit. Dat zijn voor allerlei diersoorten. Die worden in eerste instantie bij ons opgevangen, dus reptielen hier. Nou, we komen dadelijk nog bij andere verblijven. Maar alles behalve honden en katten gaat wel zo snel mogelijk door naar gespecialiseerde opvang. Ik ben dierenarts van Anicura Dierziekenhuis Breda. Wij zijn hier eigenlijk twee volledige dagen in de week. We zijn hier de volledige maandag, we zijn hier de volledige vrijdag. Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het nakijken van gevonden dieren, van binnengebrachte dieren, dieren die in het asiel al zitten. Vaccineren en standaard werkzaamheden gebeuren hier. Ingewikkelde werkzaamheden gebeuren op de hoofdpraktijk. Alle katten worden hier gesteriliseerd of gecastreerd. Dus we hebben daar een aparte operatiekamer voor. En ook de gebitten worden behandeld. Het streven is dat eigenlijk iedere kat, als die geplaatst wordt, dat die volledig geënt, dat die gezond is en dat die ook gesteriliseerd is, dat die niet meer voor nakomelingen kan zorgen. Wat kunnen de mensen zoal zien vandaag hier? Nou, ze kunnen heel veel zien, Hans. Vooral de katten, daar kunnen ze lekker bij kijken. De kittens, we hebben heel veel kittens zitten op het moment hier. Mensen kunnen met haar knuffeldier, vooral de kinderen, kunnen ze naar de dierendokter. Ze kunnen meedoen aan de bingo, ze kunnen knutselen, ze kunnen meedoen aan de loterij, die heel leuk is. Maar wel kijken buiten bij de honden. Daar zijn ze aan het trainen, daar laten ze allerlei leuke dingen zien. Ons vogelrevalidatieopvang is er, dat zijn de mensen waar we mee samenwerken. De konijnenopvang, ook altijd erg leuk in ieder geval. En de dierenambulance staat buiten, dus ja, altijd heel leuk als je wil weten hoe dat de dierenambulance er van binnen uitziet. Dan moet je even een kijkje komen nemen. Breda Nu.